eigenlijk heb ik ondertussen bijna alles al gehaald in PCBits. Ik heb alle icons, moment icons, dat was een beetje het begin, zeg maar. Daar begon ik mee. Toen kwamen de Team of the Seas, toen had ik alle Team of the Seas hebben. Oh ja, wat ik ook nog was vergeten. Team of the Years, die waren nog voor alle icons, die wou ik toen allemaal hebben. Ondertussen hebben we al die kaarten en er is nog maar één doel wat ik nu nog voor ogen heb in PCBits en dat is die 100% halen. En we zijn er zo ontiegelijk bij, dat is echt niet normaal. Op dit moment heb ik nog 12 kaarten nodig. En ik krijg zo vaak comments van mensen, ga een keertje live, dan helpen we jou naar de 100%. Maar het probleem is zeg maar dat ik eigenlijk alleen nog maar nieuwe kaarten moet hebben. Alle oude kaarten heb ik al. En niemand heeft natuurlijk de allernieuwste kaarten dubbel. Die kan je gewoon nog niet dubbel hebben. Dus dat is een beetje het probleem. Ik kan wel live gaan, maar ik weet zeker dat bijvoorbeeld Jesus of die Kovacic of zo, dat die jullie niet dubbel hebben. En dat is een beetje fucked up. Want ik kan dan wel gaan traden met jullie, maar ik denk dat de meesten die niet hebben. Maar ik kan wel elke dag natuurlijk SBC's doen, waar ik door die spelers wel kan vrijspelen. En ik heb nog wel één speler nodig die al, die is er 2 weken uit of zo. Dat is namelijk Hazard, Mané, Sané of Son. Eén van die spelers moet ik nog krijgen om die Hazard 99 vrij te kunnen spelen. Dus die heb ik nog wel nodig. Dus daarvoor zou ik misschien wel een keertje live kunnen gaan. Misschien dat ik ook wel een keertje live ga, maar dat beloof ik nog niet. Maar misschien dat eraan zit te komen. Met deze video gaan we in ieder geval gewoon lekker 3 SBC's doen. Ik neem morgen ook weer op en dat zien jullie ook in deze video. Gaan we ook weer 3 SBC's doen. Dus we krijgen deze video sowieso 6 nieuwe kaarten. En ik ga ook gewoon lekker packs openen. En er zijn gegarandeerd packs. Er zijn gegarandeerd Man of the Match packs. Dus dat is chill. Dus die kunnen we openen. Met de kans eventueel op een nieuwe, maar dat is helaas niet het geval. En er is een gegarandeerd team. Oh nee, dit gegarandeerd team op de season packs. Oh, die zijn helaas weg. Maar we gaan wel even die All-Star nominee packs openen. Met natuurlijk de kans dat we misschien die Hazard, Mané of Son of zo krijgen. Dat zou echt heel nice zijn. Trouwens, ik ben het nog bijna vergeten te zeggen. Maar smash natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog. Zouden we de 2000 likes kunnen halen op deze video? Zou super nice zijn. Want dit is natuurlijk eigenlijk een soort van rood to 100%. Eigenlijk kunnen we deze, ja, kunnen we hier een miniserie van maken. Maar ik heb geen idee hoe lang het gaat duren. Misschien dat we het over een week al hebben, want ik heb nog maar 12 kaarten nodig. Weet je, als EA 1 week lang niet echt nieuwe kaarten release, dan heb ik het gewoon gehaald. Maar ja, als ze elke keer weer nieuwe kaarten releasen, dan wordt het voor mij wel heel ingewikkeld om natuurlijk het een beetje bij te houden. Maar de laatste tijd gaat het echt lekker. Helemaal sinds die verjaardag natuurlijk. Maar weet je wat? Ah, deze packs. Oh ja, trouwens, ik heb ook nog wat zilveren spelers nodig. Dat heb ik trouwens nog wel nodig. Volgens mij een paar zilveren heroes of zo. Ik weet niet of die al lang uit zijn of niet, maar die moet ik ook nog krijgen. Misschien dat sommigen van jullie daar mij wel bij kunnen helpen. Dus misschien is het wel een goed idee om een keer live te gaan. Maar ik ga nu in ieder geval even de dagelijkse SBC's doen. En dan zien jullie gewoon welke spelers ik krijg. Hopelijk krijgen we even wat goede spelers. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Nou, eerst is de Man of the Match. Dat is echt super nice. Dus dan hebben we sowieso 1 Man of the Match erbij. Het is niet een hele goede, maar het is ook niet de slechte. Het is er in ieder geval eentje, dus dat is fijn. Dan kunnen we even gaan kijken. Collection. Hoeveel Man of the Matches moet ik nog hebben? Ik moet nu nog 4 Man of the Matches hebben. Ik heb nog een paar heroes nodig, zoals ik al zei. Maar dat zijn dus zilveren. Deze 3 heb ik nog nodig. Dus dat is wel een beetje fucked up. En ik weet niet of je die uit die dagelijkse SBC's kan krijgen. Maar dat weet ik niet precies. En hier hebben we nog 2 van nodig. En verder heb ik eigenlijk alle kaarten al. Oh ja, 1 Foot Champions. Die moet ik ook nog krijgen. Die Son. Dus die zou eventueel wel kunnen als ik een keer live ga. Dus misschien dat ik het binnenkort wel een keer ga doen. Ik weet het niet zeker. Want ik ben meestal wel redelijk druk. Maar weet je, ik ga het misschien binnenkort een keer doen. Ik beloof het nog niet, maar ik zie zoveel comments daarover. Maar ik ga nu even die 2 andere SBC's doen. En hopelijk krijg ik hier even ook nog iets goeds uit. Het zou weer zomaar kunnen dat we gewoon weer 3 Man of the Matches gaan krijgen. De eerste is in ieder geval ook weer een Man of the Match. Dan heb ik dus nu nog 3 Man of the Matches nodig. Maar ik heb ook nog best wel wat andere kaarten nodig. We zullen zien. Ik hoop dat ik als laatste kaart toch nog even een iets betere kaart kan krijgen. En daar komen we nu achter. Oh nice, het is een futty speler. Dat betekent dat ik nog maar 1 futty speler nodig heb. En dan heb ik die ook allemaal. En dat zijn natuurlijk ook hele nieuwe kaarten. Dat is eigenlijk ook al heel bizar dat ik die allemaal heb. En dit is de nieuwste. Dit is die Kovacic. Volgens mij in ieder geval, ja, dat weet ik trouwens wel zeker. Inderdaad, echt een zieke speler. Alles 80 plus. Het is gewoon echt de perfecte middenvelder. Dus zeker een goede speler om eventjes nu te krijgen. En dat betekent dat we op dit moment nog maar 9 spelers nodig hebben voor de 100%. Dus als de komende dagen niks gereleased wordt, dan kan ik gewoon de 100% halen. Maar ja, dat, zoals ik al zei, dat weten we natuurlijk niet zeker. Het zou zomaar kunnen dat EA wel weer kaarten released. En dan ben ik weer gefukt. Maar voor nu
ziet het er hartstikke goed uit. Maar ik laat het hem... Nou, trouwens, weet je wat? Ik ga nu eventjes op zoek naar die zon. Even kijken of ik die misschien kan krijgen met zon. 86 Fur Champions. Ik ga even kijken, want dat is misschien nog wel een kaart die ik kan hebben. Dan ga ik eventjes een paar keer zoeken voor 86 Rated Zon Fur Champions. En dan gaan we kijken of iemand tegen kunnen komen. En daarna krijgen jullie dan de SPC's te zien vanmorgen. En volgens mij kan je die Fur Champions daar niet uit krijgen. In ieder geval, ik heb nog nooit een Fur Champions speler gekregen uit zo'n speciaal SPC. Volgens mij is dat onmogelijk, maar laat me even weten in de comments. Want ik weet het niet helemaal zeker namelijk. Nou, ik heb hier iemand gevonden met gewoon een linksbuitenzon. Dat is echt ziek nice. Zou die dit willen? Make your offer, hij wil denk ik nog een speler. Nou, dat is prima. Hij mag er nog eentje hebben. Hij wil deze twee al, maar dan krijgt hij gewoon 3 Fur Champions van mij. Dat betekent dat ik binnenkort die Hazar kan vrijspelen. Weet je, op zich, dit is voor mij wel een prima deal. Dit is echt ziek nice. Dan hebben we toch nog even iets goeds gekregen. Hij geeft een andere zon dan dat ik eigenlijk wou hebben. Want deze zon heb ik natuurlijk al. Maar als het goed is, kan ik die nu hier inruilen. Dan kunnen we eventjes gaan kijken. Dan kan ik die alvast inruilen namelijk. Links buiten, dan kunnen we hier All-Star nominees. Zo nice. Holy shit, dit is echt zo nice, jongen. Dit is echt amazing gewoon. Krijgen we nu ook All-Star spelers erbij. Maar ja, ik heb alle All-Star spelers al, dus dat maakt niet uit. Maar binnenkort ga ik deze SBC dan even voltooien. Dat is ook heel nice. Dat zit er dus aan te komen. Dus dan heb je in ieder geval die 99 rated Hazard, wat natuurlijk echt een zieke speler is. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan laat ik het hier ook voor vandaag. En dan gaan we morgen verder. En dan gaan we dan... Misschien kan ik deze video dan al die 99 Hazard vrijspelen. Dat gaan we doen. Morgen ga ik zorgen dat ik deze SBC klaar heb. En dan gaan we dan nog de dagelijkse SBC's doen. Dus dat zien jullie morgen. Dus tot morgen. Joejoe. Het is 1 dag later. En dat betekent dat ik de SBC's voor Hazard klaar heb. Dat is echt niet normaal. Dit is denk ik op dit moment de zeldzaamste speler in het spel. En die ga ik nu momenteel gewoon vrijspelen. Dat is echt zo nice. Dan heb ik in ieder geval weer alle All-Star spelers. Namelijk deze. Ik moet nog gewoon die 99 Hazard hebben. En die gaan we dus vrijspelen. En ik ga natuurlijk de dagelijkse SBC's doen. Die ik natuurlijk ook nog kan doen. Maar laten we maar gewoon beginnen met de ziekste speler. En dat is natuurlijk Eden Hazard. 2,5 miljoen coins krijgen we ook nog even erbij. Dat is ook wel even nice. Ik moest deze SBC inleveren. Ik heb hem wel van het internet afgehaald. Want dit soort SBC's zijn wat mij betreft bijna onmogelijk om zelf te doen. Dat is zo ontiegelijk veel werk. Dat is echt niet normaal. Dus ik heb hem gewoon van het internet geplukt. En dan is het gewoon lekker. Hup, alles kopiëren. En dan is het een stuk makkelijker. Maar nu hier, bam. 99 reden. Hazard is voor mij. Hoe nice is dat? Dit is echt een van de ziekste spelers die je kan krijgen. 99 rated. Ik ben benieuwd naar zijn statistieken. Ik denk dat die ook ziek overpowered zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet anders als die 99 rated is. Inderdaad, hij heeft pace en dribbelen 99. En dan schieten en pasen 98. Dat is echt niet normaal. 85 fysiek. Wat natuurlijk ook echt hoog is. Dit is echt een zieke speler. Dus ik ben echt blij dat ik deze nu heb. Dan heb ik momenteel alle PC Bits SBC's heb ik momenteel weer voltooid. Alle special SBC's heb ik ook voltooid. Dus ik kan geen één speler meer krijgen door SBC's te doen. Ja, behalve de dagelijkse SBC's. Daardoor kan ik natuurlijk nog wel nieuwe spelers krijgen. En dat ga ik ook zeer zeker nu doen. Hoeveel spelers heb ik trouwens momenteel nog nodig? Ik heb er momenteel nog 8 nodig. Dus als ik nu 3 nieuwe spelers krijg, heb ik nog maar 5 spelers nodig. Dat is nice. Maar ik ga het even doen en jullie krijgen natuurlijk gewoon de rewards te zien die ik eruit krijg. Nou, eerst is natuurlijk een Man of the Match. En dan kunnen we misschien deze video ook al alle Man of the Matches weer vrijspelen die op dit moment uit zijn. Dus dat is op zich wel nice. Maar het is op dit moment woensdag. En vaak werd dan woensdagmiddag de nieuwe Team of the Week released. Ik weet niet wat ze deze woensdag doen, maar ik hoop dat er niet heel veel nieuwe kaarten bij komen. Want jullie weten het, anders ben ik gewoon weer gefukt. Maar dat zien we wel vanzelf verschijnen. Waarschijnlijk als deze video online komt, dan is het al woensdag geweest. Of misschien komt deze woensdagmiddag online. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval, dan weten we of er nieuwe spelers bij zijn gekomen. En op dit moment weet ik dat dus nog niet. Maar ik geef de moed niet op. Ik ga gewoon lekker doorknallen met SBC's. Want ik kan net zo goed natuurlijk gewoon doorgaan met het maken van SBC's. Dan denk ik dat we nu weer een Man of the Match gaan krijgen. En dat is inderdaad het geval. Dan gaan we nu even kijken hoeveel Man of the Matches ik nog moet hebben. Dit is trouwens helemaal niet zo'n hele goede. Maar ja, het is in ieder geval weer een nieuwe. En dat is natuurlijk nice. Collection, Man of the Matches. Dan moeten we nu nog 1 Man of the Match hebben. We moeten nog 1 Fur Champions. En we moeten nog een paar van die zilveren heroes dus. En nog 1 Futties winnaars. Maar ik weet dus niet of je die heroes ook door die dagelijkse SBC's kan krijgen. Ik heb serieus geen idee. Maar we kunnen nu in ieder geval de laatste nog voltooien. En dan denk ik dat we dus die Man of the Match of die Futties gaan krijgen. Maar we zullen het zien. Ik voltooi hem gewoon even. Nou, en dan wordt dit de laatste SBC van deze video. En is het inderdaad een Futties? Ja, het is Futties. Ja, of ik zei natuurlijk of een Man of the Match. Maar het is uiteindelijk de Futties. Dat betekent dat ik denk ik bijna alle spelers zal hebben die ik uit de dagelijkse
dagelijkse SBC's kan krijgen. Volgens mij kan ik hier geen FUT Champions en FUTties uit... Nee, geen FUT Champions en die Heroes uit krijgen, die zilveren Heroes. Dus ik denk dat die kaarten erg lastig worden om te krijgen. Maar dat zien we wel. Ik heb nu in ieder geval Arias, wat natuurlijk heel chill is. En we hebben een nieuwe badge. Haha, nice. We hebben ook nog even de La Liga badge vrijgespeeld. Dat betekent dat ik dus alle La Liga spelers heb. Welke badge moet ik nu nog vrijspelen? Volgens mij heb ik bijna alles al. Ik moet alleen de Premier League badge nog vrijspelen. Kijk, alle Team of the Season badges heb ik al. Ik moet van zeg maar deze badges alleen nog maar de Premier League. En daarvoor heb ik nog 2 spelers nodig. Dus dat is ook helemaal niet veel. Dit is echt bizar hoeveel badges ik heb. Ik heb gewoon 31 badges van de 42 die eruit zijn op dit moment. Dat is toch te bizar voor woorden. En die SBC Legend, ja, dat vind ik nog wel heel veel werk. Dus ik weet niet of ik die ga doen. Maar die andere badges kan ik eventueel ook ooit een keer vrijspelen. Maar dat is gewoon weer zoveel werk. Maar dat zie ik wel in de toekomst. We gaan eerst prijs natuurlijk sparen voor deze 100% collection. En op dit moment heb ik daar nog maar 5 kaarten voor nodig. Dus dat is echt insane gewoon. Maar dan laat ik het hier in ieder geval bij voor deze video. Binnenkort komen er sowieso nieuwe video's online dat ik die 100% ga proberen te halen. Misschien dat ik dat ook dan ga opnemen. Dat ik in ieder geval dat ga livestreamen. Ja, opnemen doe ik het sowieso. Misschien dat ik het ga livestreamen. Hou mijn kanaal gewoon in de gaten en dan zie je het vanzelf wel verschijnen. Maar ik beloof het dus nog niet helemaal. Want ik wil geen valse beloftes doen dat ik ga livestreamen en dat het dan toch niet uitkomt of zo. Maar ik wil jullie voor deze video in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!